debat gaat er nu over dat, ik geloof wel 15.000 mensen in Amsterdam stonden te demonstreren omdat er gewoon geen betaalbaar huis te vinden is. En die mensen die zitten er niet op te wachten dat wij hier iets doen of eens gaan kijken. Die mensen willen een betaalbaar huis. Met stapjes lossen we de wooncrisis niet op. Nu is het moment om de stap te zetten die nodig is. En één daarvan is het afschaffen van de verhuurdersheffing. Is mevrouw Hermans bereid om het voorstel daarvoor te steunen? Maar voor mij is aan het eind van deze twee dagen de vraag, doen we dan helemaal niks of zetten we een stapje? En ik ben heel graag bereid dat stapje te zetten, samen met u. Mevrouw Hermans zegt, we zetten of een klein stapje of we doen niks. Dat is niet de keuze die voor ligt. De keuze die voor ligt is, zijn we bereid om ervoor te zorgen dat we een andere richting inslaan met Nederland? Zijn we bereid om ervoor te zorgen dat er in dit welvarende land voor iedereen een betaalbaar huis beschikbaar is? En ik hoor aan mevrouw Hermans dat ze een stapje wil zetten. En daaruit moet ik de conclusie trekken dat de VVD niet bereid is om Nederland vooruit te helpen.